Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe replay. We kijken mee met Crazy in de Panzer 4H met derpgun, jawel. Lagere tiers en ook weer wat derpfun. Ik ben zelf niet zo'n derpfan, omdat het te RNG-dependent is. Maar het kan soms erg leuk zijn om naar te kijken. En Crazy had me al eerder een battle gestuurd. Maar deze was eigenlijk nog beter, dus ik heb ervoor gekozen om deze te showen, want Crazy gaat hier een monster game hebben. We spelen hier op Siegfried Line, standaard battle, top tier, dus ideale matchmaking. Je kan natuurlijk in je tier 5 ook tier 7's tegenkomen. En slechts 1 arty per team. Het is een 5-10 in matchmaking, dus aardig wat tier 4's. Nou, er zijn een hoop tanks die kan one-shotten, denk ik, want met de derpgun kan je behoorlijk wat... behoorlijk wat schade aanrichten als je weet te pennen. Nou, frontale hetzer en frontale KV1 pennen, dat gaat hem niet worden. Want met HE heb je 53 pen. Maar ja, je ziet het al, 410 damage. Dus je kan eigenlijk een hoop tier 4 tanks gewoon one-shotten als je ze pent. En als je besluit helemaal dirty te zijn. En dan kan je ook nog iets pennen. Dan heb je 104 pen, maar wel lagere alpha. Maar 104 pen is natuurlijk op tier, zeker tegen tier 4 tanks, natuurlijk prima. Nou, blijkbaar is 53 al genoeg om een 25 TP niet te one-shotten, want het was een low roll. Maar wel flink schade toe te brengen, want dat was 347 damage. Dat doet ouw. Ja, we zien hem eigenlijk aardig wat snapshots nemen. Wel van een redelijk close range. Dus dat gaat op zich goed, maar dat kan natuurlijk ook fout aflopen als je pech hebt. Hier is de eerste kill op een A20. Een van de eerste tanks die ik speelde, zo'n beetje. De lijn, de Sovjetlijn. Waar ik echt afgrijzelijke stats op heb. En ik geloof niet dat de A20 echt een hele goede tank is. Maar heel vaak, als je lower tier speelt, zijn A20's als eerste dood. Maar ja, het staat 1-6 inmiddels. Typische lower tier game. Het is een beetje chaotisch. Het staat al binnen no time. Staat er een team alweer fors achter. Dus Crazy krijgt nog een hoop te doen. Inmiddels is het 3-7. Zo snel gaat het dan. Ja, en Crazy heeft het nu eigenlijk alles goed gedaan. Gewoon de supportrol gespeeld, op de goede plekken gepiekt. Alles raakgeschoten waar hij op heeft geschoten. Dus is eigenlijk prima. En dit is wel grappig. Hij is aan het aimen op een... op een T4 op zo'n Poolse tank volgens mij, terwijl er ineens een KV1 door beeld rijdt. Die even casual dan maar in zijn zijkant schiet. Helaas niet pent, want anders was die KV1 niet dood geweest. Maar hij is wel one-shot voor de Crazy. Persoonlijk was ik hier naar die KV1 gegaan om die te killen. Maar Crazy kiest ervoor om een soort van safe te gaan staan. Ik had in deze situatie geprobeerd om zo snel mogelijk wat tanks uit te schakelen. Om de stand wat gelijk te trekken. En het lijkt erop alsof Crazy zich dat nu realiseert. Nu die stoek 4 daar wordt aangepakt. Ja, in mijn ogen had Crazy dit kunnen voorkomen door eerder voor deze KV1 te gaan. Dus dat is wel een kleine misplay. Maar hij weet hem alsnog te killen. En dat is pas de tweede kill. En dan staat het 6-11. En is het team natuurlijk gigantisch hard aan het falen geweest. Maar Crazy heeft nog al zijn hitpoints. En dus die gevaarlijke derpgun. Dus het is nog zeker niet gespeeld. Ja, dit soort luck, dat helpt ook wel mee dan. Een snapshot tussen allerlei rubble door. Waar je natuurlijk met je HE makkelijk op kan schieten. Zodat je helemaal je target niet raakt. En dan ook nog een raak en een pen. En een one-shot. Ja, dat is waarom... veel van die derpguns natuurlijk geliefd zijn bij mensen vanwege dat soort schoten. En het is wel ook wel verbazend dat hij eigenlijk al zijn snapshots het natuurlijk raak heeft geschoten. Want we zagen net een behoorlijk lange aimtijd. En ondanks die behoorlijk lange aimtijd ja, is elke keer wel al precies raak waar de Crazy het wil hebben. Dus daar heeft hij wel wat mazzel mee. Dat kan ook slechter aflopen natuurlijk. Hij wordt hier outnumbered en het is tijd om weg te rijden en dat doet hij op het juiste moment. En hij krijgt ook nog wat steun van een hetzer die daar nog op de H0 staat.
en twee tanks achter elkaar heeft gekild, waardoor het nu 2 tegen 5 is. Crazy is duidelijk op zoek naar die 14 TP en negeert hij de M8A1. Ja, ik weet niet of dat zo verstandig is, want die heeft hem toch 2 keer te raken. Ik denk dat het beter was geweest als hij wat minder een soort van getunnelvisie was. Die M8A1 die lijkt wel door te willen gaan. Ja, dat is natuurlijk een grote fout, want dat is natuurlijk een heel makkelijk target, want die heeft bijna geen armor. En Crazy weet hem uit te schakelen en ja, we zien duidelijk dat dit lower tiers is. Het niveau is niet heel erg hoog. Mensen rijden gewoon voor zijn gun. Ja, dan wordt het ook al een erg makkelijk verhaal op die manier. Dus dan pakt Crazy zijn 6e kill alweer inmiddels op en staat het nu 12-13. En wordt de hetzer hier gejolo'd door een gevaarlijke tank, een T-67. Maar de hetzer, als hij de durpgun gebruikt, kan hij ook die T-67 one-shotten. Maar Crazy kan dat zeker. En al helemaal als die T-67 daarbij staan. Ja, helemaal zoals je het wil hebben. One-shot, 360 damage. En dan staat het nu gelijk. En eigenlijk staan ze nu voor, want de tegenstander heeft nog een artillerie. En ja, Crazy heeft nog een hetzer bij zich. Dus dat ziet er goed uit. We gaan even doorspoelen. Nou, daar wordt al de tank gespot die nog over was. De stoep 3B. En met een pixelschot weet Crazy ook nog eens die stoep 3B flink te raken. Niet te one-shotten, maar wel flink te raken. En ook te spotten. En die hetzer die deed ook nog damage. En nog een keer. Dus die weet ook nog de kill op te pakken. Waardoor het nu 2 versus 1 is in het voordeel van Crazy's team. Nou, dat doen ze natuurlijk helemaal netjes. Mooie turnaround. Ook wel erg dom gespeeld van de enemy. Maar goed, je moet het ook nog maar even doen natuurlijk. En Crazy wordt hier gespot. Op zoek naar de Artie. Altijd leuk als je outspot wordt door Artie. Het is altijd een hele fijne mechanic. Hij wordt nog niet beschoten. Maar die Artie zal hier toch ergens in die bosjes moeten staan. Kan haast niet anders. Ik denk wat meer naar links. Ja, inderdaad. Daar de 105 AM. Franse Artie. Nou, heeft alle tijd om te aimen. En hem te one-shotten, ja, dat was natuurlijk niet moeilijk. En dat was dan de game. Laten we gaan kijken naar de statistieken. Ja, en wat zien we daar dan? Links in beeld, het mooie derde mark of excellence op deze tank. Gefeliciteerd. Een ace tanker, lijkt me logisch als je zo'n score hebt. Een Colobanos, Radley Walters medaille uiteraard voor de 8 kills. High caliber en top gun medaille. Hij heeft 2,4k damage, 8 kills, goed voor 1504 basic experience. En dat op zo'n lage tier tegen gelijke tiers en lager. Dus dat is wel echt een dikke carry. Ja, en ook die hetzer aan het einde heeft het netjes gedaan. 4 kills opgepakt, niet zo heel veel damage, maar wel heel belangrijk geweest. Want zonder hem was het waarschijnlijk niet eens gelukt. Dus kudos ook voor hem. Ja, dit is bizar. 13 keer geschoten, 13 hits, 13 pens. Met behoorlijk wat snapshots. Dus dat is, daar mag hij zeker niet over klagen. Dat is gewoon een mazzelpot wat dat betreft. Hij heeft nog een klein beetje assistance damage. Maar verder niet al te bijzonder. En ja, HE schiet is goedkoop. Hè? Dus als je alleen maar HE schiet, dan maak je dikke winst. Met een premium account gewoon goed voor 50k. En ja, dat is niet verkeerd. Bijna alsof je een premium tank speelt. Bedankt allemaal voor het kijken. En tot snel.